Wow. Holy shit. Wat is dit? Een Dit is een gigantisch labyrinth. monopoliebord. Wat? Holy shit. Dat had ik niet Dus verwacht toen we hier naar binnen gingen. in dit labyrinth zit een item om dat Oh legendarische ja. wapen te maken. Een van de twee items die we moeten halen om een legendarisch wapen te halen om de rozen te kunnen verslaan. Ja, Die maar zit volgens hierin. het lijkt me dat hij bij een van die lichtjes zit. Ik zie Oké, twee let's lichtjes. go. Lichtjes, go, go, go. Oh, je Volgens mij kunt er kunnen we gewoon hier oplopen. gewoon. Ha! Goed ontworpen, lekker hoor. Wow, Oh. oké. Als je gewoon door de gangen heen loopt, dood ik je misschien niet. Oké. Wow. Nog hier? Je spullen liggen overal door het mees. We hebben een probleem. We hebben een klein probleem. Oké. Kan ik een paar dingen krijgen? Ja, pak ze gewoon. Snel, rennen, rennen. Sneaken. Misschien ziet hij het niet. Just try it. Je moet je spullen pakken, anders niet spannen ze. Zonde. Ja, Just try it. Misschien heeft hij het niet door. ga ik heel snel weer terug. Ja, precies. Go. Go, Oké, go, go, maak er als je me kan horen. Ik ga heel snel weer terug. En... Oké, Oké. je hebt de helft maar gepakt. Daar ligt al je Valkyrie armor nog. Snel die kant op. Daar nog. Parcours. Oké. Wat ligt daar nog? Een pickaxe. Torches. Oh, oké, hij zag niks. Ligt daar een pickaxe? Is die belangrijk, die pickaxe? Nee. Niet belangrijk genoeg. Oké, die torches zijn wel handig, want het is hier vreselijk donker. Moet je zien, man. Oké, heb je je helm en schoenen? Die liggen misschien onder. Oké, laten we ze gaan halen dan. Oh, je boek ligt hier. Een boek van je. Ja. Oh mijn god. Oké, dus we moeten door dit labyrint. Oké, dat is een monster. Al, hallo monster. Jeez. Gezellig welkom. We moeten hier doorheen. Oké. Oh, wacht. Voordat we gaan, moeten we hier Ja, moet een plan hebben. wat is het plan? Volgens mij heb jij hier wel strategieën voor. Een Ik labyrint. maak even een crafting table. Gefeliciteerd met je achievement trouwens. Dankjewel. Benchmarking OP. Oké, wacht. Alsjeblieft, pak dat maar. Dat zijn slabs. Ja. Waarom geef je me slabs? Ik geef. Deze. Nou, Yo. mijn plan was, we Ja? gaan een beetje Hans en Grietje doen. Oké, dus we laten steentjes achter. En dat je steentjes achterlaat waar je geweest bent. Want we gaan natuurlijk geen broodkruimels achterlaten, daar hebben we van geleerd. Maar het Ja. ding is dus dat je als je bij een splitsing komt, je een steentje neerzet waar je vandaan komt en waar je naartoe bent gegaan. Dus ik kom hier vandaan en ik ga hier nu naartoe. Exact. Oké. Dus hier ergens moet mijn stuff liggen. Ja, precies. Dus ga daar naartoe. Ik ga wel hier naartoe. Goed. Ja. Oh nee, er is hier een trap, man. Nu al? Er zit hier een trap, legit, in de maze. Omhoog. Oh god. Ik weet niet of dit een goed. Oh mijn god. Oh, en je moet hier vallen naar beneden, man. Er is ook geen weg meer omhoog dan. Ik heb 6 ladders bij me. En geen hout. 1. Ik heb vleugels trouwens, dat is waar ook. Natuurlijk. Weet niet, dat muziekje voelt niet heel erg gepast. Zullen we die uitzetten? Oh nee. Een bordje met nope heb ik gevonden. Oh, echt? Met de weg van daar moet je niet naartoe? Nee. Oké, ik heb hier een ladder neergezet. Kan ik verder omhoog? Nee, oké, ik ga even de muziek uitzetten en dan overschakelen naar mysterieuze, spannende muziek voor dit doolhof. Klik en activated. Mooi. Oké, let's go. Op zoek naar de waarheid. Oké, hoe gaan we dit dan doen? Ik ben hier omhoog gegaan. Oké. Dus, dit wordt vreselijk. We moeten naar die lichtkamers komen, dus. Ja. Oh, shit. Ik probeer te zoeken waar mijn armor ligt.
Ja, en moet ik je helpen? Ik heb waarschijnlijk ook toortjes nodig. Heb je geen toorts meer? Nee, jij hebt ze allemaal. Dat zegt hij nu pas. Ik kom naar je toe. Kijk. Ik heb er nog... Hier, zoveel. Ik denk niet dat we genoeg toortjes hebben voor dit. Zullen we nieuwe maken? Ja, ik denk dat je wat nieuwe toortjes moet maken. Dat ik wat nieuwe toortjes moet maken. Ik heb geen... Ik heb geen kool en geen hout. Oké, ik heb hout, dus ik moet kool gaan... Gaan vinden? Gaan vinden. Nou, we zitten onder de grond. True. Misschien vind je dat heel toevallig gewoon om dat hoekje waar je nu bent? Nee. Nou. Waarschijnlijk niet. Oké, hier die... Even kijken. De strategie... Oh, volgens mij ben ik weer bij de ingang. Oké, ik ben doodlopend... Hier ben ik in geweest, daar willen we niet meer in. Ik weet niet hoe deze strategie werkt, maar volgens mij werkte die heel erg goed. Nee? Nee, want je weet de terugweg niet. Omdat je gewoon continu je eigen dingen tegenkomt. Ja, maar moet je de terugweg wel weten? Ja. Wat? Omdat misschien we terug... Je hoeft alleen maar te weten waar je geweest bent. Ik bedoel, als je er weer uit moet... Dan weet je... Dan is het weer de hele weg terug. Dus nu gewoon hetzelfde. Oké. Dus dan gebruik je een ander systeem of zo. Hout. Oké, ben ik hier al in geweest. Oh, hier kom ik vandaan. Dus die kan ik nu ook afsluiten. Oh, oké. Nou, ik ben echt heel erg kort bezig, laat maar zeggen. Kunnen we niet beter even boven kijken en ongeveer zien welke richting we op moeten? Goed idee. Maar dat helpt. Ik zie hier een naam boven. Oh, jij bent boven. Yep. Toortjes aan het maken. Hey. Nee, ik ben geen toortjes aan het maken. Ik ben een pickaxe aan het maken. Oh, je gaat wat kool halen. Yep. Oh. Fuck. Wat doe je? Ben je naar poison water gestaan? Nee, ik dacht dat ik vleugels had. Oké. Misschien moet ik je mijn vleugels geven. Gaat het goed? Ik ben dat. En al je shit is in de laaf gevallen. Rogier, wat is er gebeurd? Jij was altijd degene die voorzichtig was. En niet 100 keer dood ging. Dat is mijn taak. Oké, wacht. Ik ga... Dat was jij. Dit was Fuck. Geen gemant. Je hebt nu... Hey, okay. Je hebt alleen je boek daar nog over. Ik heb je zwaard omgepakt en je boog en hout en alles. Kan ik dat oppakken? Die kan ik weggooien. Al je hout heb ik. Gunpowder. Dat heb ik. Like, de rest is allemaal crap, man. Oké, dat was geen goed plan. Doei. Wacht! Kom je niet naar boven? Tuurlijk kan ik niet naar boven, ik heb niks. Hier. Ja, maar ik heb ook nog cobblestone en... Ik heb daar helemaal niks van. Oké. Heb je een... Nee. Oh, ik heb dat zwaard. Dat gladiolus zwaard van je nog. Heb je pickaxes? Nope. Oké. Dit heb ik nog van... Oh, waar ben je? Hier, deze heb ik van je. Die heb ik nog van je. Nou, ik ga het toch het meest in en jij niet. Hier is de rest van het hout. Yes. En dan had ik nog een boek van je opgepakt, maar die bewaar ik gewoon, denk ik. Lijkt me logisch. Heb je zelf cobblestone? Nope. Oké. Ik heb helemaal niks, man. Je moet gewoon met hout beginnen, vanaf het begin. Yes. Oké, ik ga het meezin. Heb je nog wat eten nodig? Ja. Als het goed is, had ik echt wat. Oh, ik heb wat eten beneden neergegooid. Dat ga ik snel oppakken, want we hebben niet genoeg eten anders. Oh, dat is poison. Dat is poison? Ja, ik was in de poison gaan... Ja. Gaan staan. Oh mijn god. Dus hier is je eten. Ik weet niet of het eetbaar is. Dank je. Probeer het uit. Is het nou ja, je gaat het zo uitvinden. Ik hoop dat het eetbaar is. Ik ga de maze in. Want het is een gigantisch maze. En ik denk dat ik wel even bezig ben voordat ik überhaupt in de buurt kom. Oh nee. Oké, dus ik moet die kant op. Ik ga gewoon hard hoor. Is dat een goed idee? Ik kan toch backtracken als ik bij splitsings... Ik kan wel alles gaan bekijken, maar... Laat toortjes achter, zou ik zeggen. Oké. Dat is een gigantische slime, hallo.
Ik heb een kamer gevonden, holy shit. Dat ging snel. Ja? Ja! Het is een soort, what the hell? Oh mijn god, dit is allemaal mensenvlees en allemaal bloed. Oh! God! Wat is dit? Oh, wat is dit? Gadverdamme. Oh, wat is dit dan? Bloed? Oh, ik ben ingezaamd. Dat was niet handig. Ik vlieg wel hier naartoe. Oh, ranzig. Oh, god. Yakiba. Oké. Okay. Misschien kan ik er bovenop komen. Ik heb nog vleugels namelijk. Oh, moet ik hier inhakken? Ik heb het gevoel... Nee. Ik wil hier inhakken, though. Maar het voelt niet goed met alle vlees. Like, het is een grote ronde sfeer waar bloed uitdruipt. Oké. Okay. En ik heb het gevoel dat er iets in zit. Is dat... Zijn wat kan er gebeuren? I don't know. Ik heb het gevoel dat het mijn taak is. Oh, dat is een chest. Wow! Ik heb een healing bow. Uh-oh. Wat? Ik heb heel veel vlees, 2 shards of lives en een healing bow. Oké, ik ga backtracken en... Oh, hier naartoe. Awesome. Toch handig. Daar heb ik een torch neergezet. Hier heb ik een torch. Ik ga even een chest maken van dat hout dat ik allemaal aan jou heb gegeven. Mag wat hout? Ja. Dan zet ik heb ondertussen kool gevonden. Oh, geweldig. Goed bezig. Ik heb nog wat diamonds voor je als je wat beter armor wil maken. Als we nog maar 2 diamonds overhouden voor de tolbrug, dan is het goed. Oké, okay, ja. Ja, kom maar gewoon hier naar binnen. Ja. Maken we hier een soort mini base of operation, want ik denk dat we hier nog even bezig zijn. Ik heb 1 kamer gevonden, dat is al heel wat, maar... Oké. Okay. Plop een chest neer, dan drop ik alles erin, wat ik niet nodig heb. Voor het geval dat ik ook dood ga. En dat misschien... zou wel verschrikkelijk zijn nu. Ja. Oeh, ik heb de Sacred Oak Sapling bij me. Want die hadden we nodig. Oké, okay, thanks. We moeten dat denk ik een keer gaan planten. Ja, mee eens. Ik ben heel benieuwd wat daarmee gebeurt. Oké, alles stop ik hierin. Als je er iets aan hebt, neem het mee. Oké. Okay, oh, wacht. Ik neem de Dead Seal mee. Die activeer ik nu. Dus als ik dood ga, dan... Dan redt deze gozer me. Die hadden we aan jou moeten geven, terwijl je erop sprong. Ja. Oh, ik heb een chain chestplate, alsjeblieft. Ik heb Slime Edge als je die wil, want die gebruik ik niet. Ik heb gewoon Gladiators. Ik heb een steel bow voor je. Die boog die wil ik wel. Want ik ga toch de healing boog nu pakken. De sacred ook. En alle boeken doe ik hierin. De dust. De music desk ook bij me. Lucky charm. Oké, ik ga weer erin. Ik ga die healing bow ophalen. En een life shard. Wil jij er ook in? Lijkt me wel, hè? Heb je nog een life shard? Ja, 2 had ik gevonden. Wow. Ik ga ze even ophalen. Dan geef ik er 1 aan jou. En dan hebben we beide weer een hartje erbij. Wat super cool is natuurlijk. De rusttechniek werkt verrassend goed. Hey, spirit dude. Oké, okay, dus dat is een enderman. Niet boos maken. Dus de nieuwe tactiek is gewoon keihard gaan. En dan kijken waar we uitkomen. Ja, waar ben je? Zag ik je net? Ja, hier. Waar? Ik ben je gevocht. Oh, gadverdamme, je zwemt door het bloed. I know. Oh, god. Ik ben het bedoeld, ik voel er toch niks van. Oh, fuck. Ik heb hem neergegooid, hier. Awesome. Ik heb een levertje bij, awesome. En ik heb dit ding. Wacht, eerst even wat levens eraf rammen. Hoeveel levens heb je nog? Ik mis er... Ik ben op de helft, zo'n beetje. Komt die healing bow? Ik ben vol geheel. Holy shit. Oké, okay, dat is een sterk ding. Wauw. Oké, okay, ik ga door. Succes. Oh, jij gaat mee? Is er nog een andere uitgang? Ik ren er maar gewoon mee en dan neem ik andere afslagen. Oké, is goed. Ik ga gewoon proberen er doorheen te komen. Hier naartoe. En dan die kant op wil ik. Ik heb deze genomen. Deze genomen. Die. Jij bent al een andere afslag ingegaan? Yep. Oh, je hebt die. Die wou ik ook. Maar die is goed. Ik neem maar deze.
Oh, nu wordt het confusing, want jij hebt licht neergezet. Yep. Oh nee, dit is niet goed. Ik ben er even kwijt. Oké, nee, ik heb het weer gevonden. Gaat hij van jou ergens naartoe of niet? Ik ben nog aan het lopen. Dan zeg je ja. Oh, dit is zo naar. Nu vind ik alleen maar torch van jou. Die molle. Kom naar jou toe. Zo, ik heb het gevoel dat ik wel verder kom. Ik ook. Nope, ik. Dat liep dood. Communicate with me, people. Ik heb het gevoel dat ik nu rondjes aan het lopen ben, namelijk. Ik kom wel echt steeds verder. Ik kom verder naar achter. Oké, nou, ik volg jou. Ze hebben net een soort vleeskamer ontdekt. Want niet heel... Ik zit nu in een heel kronkelpad. Oh, mooi. Ik ook. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Maar ik ga nog steeds verder. Ik ben doodgelopen, kutzooi. Dit gaat nog steeds door. Nog steeds dezelfde kronkels. Why not communicate where you go? Die liep ook vast, dammit. Oké. Okay. Ik volg jouw toortjes wel als je die een beetje decent hebt achtergelaten. Als jij een kronkelpad vindt... Ik heb er al 3 tegengekomen ofzo, dit is nummer 4. Nee, maar echt kronkel. Je weet wanneer je dit ziet. Oh nee, ik ben vast aan het lopen, man. Oké. Ik voel gewoon licht. We kunnen doen dat als een van ons iets vindt, dat ze gewoon teleporten naar elkaar. Of niet. Want ik ga jou gewoon vinden. Ben je naar rechts gaan, ben je naar rechts gaan. Oh ja, dit is inderdaad het kronkelpad. Ik heb hem gevonden. Echt heel lang is het. Oké, mooi. Dan volg ik jou. Zou er een regel zijn tegen boven even kijken waar je bent in het mees? Waarschijnlijk. Nou, kan je naar boven vliegen? Red je dat? Ik denk het net niet. Nope. Hé, ik zie het door de muur. Ga je even kijken hoor. Die boven voor de maker. Oké, we zijn... Oh nee, ik heb geen blokjes neergezet, hè? Waarom zou ik blokjes neergezet hebben? Oh, mijn spirit. We zitten heel dicht bij een kamer. Hoe weet je dat? Dat kan ik zien, want ik ben omhoog gevlogen. Hoe kan je dat? Red je dat? Nee, ik heb een blokjes omhoog gezet, zie je? You cheater. Hij zag niks! En anders zijn we uren aan het lopen. Oh, kut. Oh, man, oh, man, oh, man. Laat maar zeggen, die kamer was iets links van ons, maar we moesten via achter erin komen. Dus we moeten echt nog heel ver deze kant eigenlijk op om daar überhaupt in de buurt te komen. Hier, dit is de kamerwand volgens mij, deze hier. Oké, dus maar nu backtracken we inderdaad. Dus we moeten op een of andere manier daar omheen zien te komen. Dus nee. Oké, en dan naar achter. En dat is een pain in the ass, want dat is moeilijk. The Maze of Madness. Ik word er helemaal gek van al. Oh, dit ziet er goed uit. Als dit niet... Nee. Oh, dat is zo naar. Dat is zo slecht. Zo naar. We kunnen er niet op staan, dat was duidelijk. Toen werd je vermoord namelijk. Maar even pieken denk ik niet dat het grootste probleem in de wereld is. En daardoor ging ik nog een keer dood. En daardoor ging ik nog een keer dood. Dit is een doolhof. Wat had je verwacht? Ik vond het ook heel jammer dat je meteen dood ging toen je ging cheaten, want dat was mijn... dat was mijn plan ook in mijn hoofd, zo let's go. Dit is weer die grote kronkel. Oké, terug. Dus dit kennen we. Ja. Oh man, we weten waar de kamer is, maar ik denk niet dat we via hier gaan komen. Even kiekeboe doen. Gravel. Oh mijn god, de kronkel zit er helemaal links. Oh, ik ben nu bij ons gravel trappetje. De kronkel zit er helemaal links tegenaan, tegen de muur. Ja, dat bedoel ik. Dus als we daar doorheen gaan... Kijken. En dan ietsjes terug... Holy shit! Wat? Niks. Heb je het gevonden? Nee, maar ik keek boven de kronkel en we hebben echt een hele grote kamer gemist. Ik dacht dat er 2 hele kleine kamertjes waren, maar er zit een gigantische tempel of zo. Oh nee. Wat? Oké, er is wel wat.
Ik heb weer hoop. Nu moet ik bij die grote damn kamer komen. Hoe de flip ga ik daar komen? Oh, ik heb echt geen idee. Volgens mij steek ik nu tegen de achterste muur. Dus via de achterste muur moest ik helemaal naar de hoek. Ik denk dat dat hier is. Ik heb nieuwe kamers gevonden. Nieuwe ruimtes, maar niet speciaal nog. Hey, ik heb heel veel gravel gevonden. Oh, dit is onze trap. Ik heb iets. Oeh, ik kom mee toe. Ik ga je naam volgen. Blijf daar. Ja, dit is. Je zit nu tegen de rand van de kamer. Dit is echt een sneaky stukje, joh. Want het is de op één na. Oké. Okay. Oh mijn god. Wat is dit nou weer? Dit is een beetje gek. De kamer van de maker. Is dit ziet eruit alle blokken of zo die hij ooit gemaakt heeft. Oh, misschien wel. Alsof hij die bewaart. Dit is zo'nzelfde stuk, weet je nog? Die blokjes met de wolken. Ja, daarom ga ik ook omhoog. Ik heb het gevoel dat dat de bedoeling is. Zouden we hier iets uit mogen halen of zou die heel erg boos worden dan? Oh, ik kan niet hoger. Houdt hij op, laat maar zeggen, de mogelijkheid om te vliegen. Oké, wauw. Dus dit zijn alle blokken die hij heeft ontworpen waarschijnlijk. Nou, dat is niet echt nuttig voor ons, behalve dat er diamonds zitten. Ja, we mogen ze gewoon minen, denk je? Nope, maar we gaan nu rennen. Go, go, go!